Heeft er iemand nog haar examens toevallig? Nee, die vinden dat. Volgende week vrijdag. Inhaaldag. Inhaaldag? Ja. Ziek geweest. Echt? Of ja. Ziek geweest? Ik heb vorig jaar geïnvesteerd in een iPad en in een Apple Pencil. Omdat je dan heel veel minder papier gebruikt tijdens de lessen. Omdat je al je PowerPoints in die iPad kunt zetten en overal kunt bijschrijven. Je geeft wel iets meer uit dan in een iPad, maar. We denken wel aan het milieu. Dus dat is typisch Universiteit Antwerpen, hè? Duurzaamheid, klimaatverandering. Dat zijn wij, hè? Ja, dat klopt. En zelf nu ook geïnteresseerd in zo'n pen? Wel, ik vind eigenlijk, want ik ben inderdaad echt, en dat is echt zonder zeven, ik ben ook echt wel bezig met milieu. Bijvoorbeeld zoals sorteren. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ah, nog zo iemand? Ja, echt. We doen dat wel echt. Ja, super. Ja. Ze wachten tot de bommas voorbij zijn. Dit zijn dus echte studenten van de universiteit. Die studeren op een tablet in zitzakken aan het water. Wat kwam die vrouw daar net doen? Die vrouw merkt de schijn niet meer aan. Maar die vrouw hebben wij dan ook. Alleen nu weet het hè, wat die vrouw kwam doen. Ja, maar ja. Antwerpen is trouwens ook een heel veilige stad. Om te studeren, om fotoshoots te doen. Iemand een review over de zitzakken van de universiteit? Shaila? Ik vond ze top. Ik zal ze zo mee naar huis nemen eigenlijk. Heel gemakkelijk. Zou je... Ik neem die gewoon mee naar de uni. En dat zou nog iets goed zijn, hè? Also, in plaats van nieuwe aula's, gewoon allemaal met zitzakken. Ik zal het laten weten aan Herman. Ja, wel, geef het door. Ja, aan mij van goed hem. Ik heb er wel nog les van gehad, maar ga je hem geen Herman noemen. En is dat een vriendelijke man? Zeer vriendelijk, ja. Zo vriendelijk dat ik hem 3 keer heb gezien. Okay. 3, 2, 1, start. Wacht. Hola. Ja! Ja, ik laat altijd de vrouwen winnen, hè. Dat is gentleman. Dat... Ik denk dat we toch beter misschien professionele mensen hadden ingehuurd eigenlijk. Hè. Hier, onze casting daar echt. Dus nu bekijken we de foto's. Ah, sorry, ja, ik ben zo. Ik heb echt geen opening zien. Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb er vroeger, een maat van mij heeft ooit eens gezegd: hey, sta jij soms op de tabel van Mendeleev? Met het gevoelige gemoed. Oh nee! Dat zijn echt al die grunsen. Hey, die is blijven praten. Allee. Maar dat is enkel als je in Holland woont, dat je dit niet gebruikt. Ik zit nog 6 weekends fulltime in Holland. Maar het is eigenlijk ook super kort, hè. Dus, je zou het eigenlijk moeten inleiden. Maar dat kan ik niet doen voor u. Hey, mag ik eens iets vragen? Hey, mag ik eens iets vragen? Hoe kom ik in Utrecht? Allee, dit is toch keigoed. De mensen hebben dorst en honger. Ja, we zijn een beetje slecht gezien nu. We waren heel de tijd blij, maar nu met de honger niet meer. Het leven van een fotomodel. Hard. Met een minimum aan suiker toch wel. Dus minder dan een koffielepeltje per ijsje. Yes. Voor mij ook. Ga je een foto posten van deze shoot? Ah nee, ik wou een foto doorsturen naar een vriend. Aan een vriend? Ja, naar een vriend. Omdat hij niet geloofde dat ik op een shoot van de Universiteit Antwerpen was. En ik ben hier. En Lothar, was uw fotoshoot al vandaag? Ja, de eerste dag van de shoot. Voorlopig goed verlopen. Het zijn allemaal goede modellen, goede fotograaf. Ik heb die goed gecast. Hoe heb jij die precies allemaal gecast? Tijdens de werkuren op Instagram scrollen. En tijdens de werkuren hoor ik. Ja, maar het is ook deel van het. Ja. Betaald. Shoot, dag 2. Nieuwe mensen. Nieuwe locaties. Ja, nee. Nieuwe mensen, nieuwe locaties, nieuwe fotograaf, ander weer, maar gelukkig zelfde casting director. Onvervangbaar. En valt dat wel mee om hier eens in de stad te zijn, want jij studeert op de buitencampus, hè? Professor Diana de Graven, moest u dit zien,
topboek. Moest je mij die echt, of misschien zelfs die 10 gunnen, zou prachtig zijn. En in return geef ik u deze gratis promotie voor uw boek. Ik ga echt zo 5 minuten mee lopen rondlopen. Ja, als het er niet gaat uitzien, dan is het goed voor de video. Goed, check. Ja, het is al wel. Nee, dat niet. Ja, jawel. Die is goed. Werkt eigenlijk wel. Ja, goed. Wat gebeurt er bij jullie in de les? Wij moeten oefenen op elkaar, hè, dus... Ja. En dan staat er in je onderbroek, hè? Ja. Oh, daar moet ik dringend ook eens een vlog gaan maken. Nee. Daar mocht je niet eens binnen. Allemaal die deuren zijn zo afgeschermd en zo. Ik had u eigenlijk geselecteerd op uw lang haar. Ja. En nu heb je het kort dan. Dus... Erg, hè? Knip eens met je vingers. Kijk, daar staat een foto naast u van vroeger. Knip nog eens. Ah nee, die antiretologen hebben geen kettings die helemaal ingeverwerkt. Dat is mijn ouders die hebben dat wel met het nieuwe hebben gedaan. Ik zal nog iets. Maar Antwerpen is zo next level. Nu is zo de samen shoppen, hè? Kato en haar gay best friend. Maar je kunt ook in de. Je kunt ook nog in de echte relatie, hè? De koppelfoto. Matching outfits, matching schoenen, matching alles. Perfect. Ja, zo. Ja, kijk maar naar elkaar dan. Het is wel geloofwaardig eigenlijk. Maar ik ben echt treut van jullie. Oh, yeah! En jullie hebben dat in school? Nee. Ik denk het wel. Nou, hè? Dat weet ik nog wel. Ik heb nog tijd, hè. Ik ga studeren. Ja, hè? Dat spreekt mij ook wel heel aan. Ga jij Erasmus? Ik weet het ook nog niet, maar ik heb nog wel even tijd, maar er gaat zo superveel volk van ons naar Madagaskar. Dus het ziet er wel super ruig uit, maar... Dat is wel cool. Ja, en er zijn ook zo startplaatsen in Toronto en zo voor kinderen, dus dat zou super nice zijn als je daar geraakt, maar de kans dat je daar geraakt. Ik heb iemand gehoord dat hij ons nieuwe Singapore is. My, what the fuck. Maar mijn favoriete plaats is in Wilrijk? Nee. De Ikea. Dat is wel met de balkjes waar. Of? No, ja. dat is mijn favoriete studentenrestaurant. Ik zit daar wekelijks. Is dat? Ik heb er nog nooit... Als ik niet kom, dan kom ik weer terug. Maar niet in het TV, dat is niet. Dat was echt een goed voorbeeldje. Een goed voorbeeldje van wat? Een basic white girl. Wat is een basic white girl? Zo mensen die te veel bezig zijn met Instagram, maar toch nog niet influencer. Moet er dan wit zijn, of wat? Ja. Ja. Isabel? Ja? Ben jij een basic white girl? Ik hoop van niet. I don't know. Wilt jij samen met mij balletjes gaan eten in de Ikea? Oh ja, ik heb dat nog nooit gedaan. Lotte is weer aan het fixen, hè, man. Oh. Ja, dat is goed. Die is goed! Kom maar terug, Jan. Ja, kom maar. Gewoon een keer pak de slimme studenten. Peter de Meijer wil ook content zijn met die dingen. Ik ken de Meijer daar. Dat is de waterbus trouwens. Alles genomen? Nee. Isabel? Ja? Gaan we samen eens de waterbus nemen? Ja, graag. Oh, Sam, doe een wheelie. Doe een wheelie. Probeer je. Sam, wat gaat je bestellen? Pintje. Ik moet nog eens denken. Ik had u ook nog niets gevraagd, hè. Dus ik beleef meer de feitenkoord in de universiteit aan te doen. Bepaal mee de toekomst. Bepaal mee mijn modellen toekomst. Beleef meer. Alsjeblieft. Kijk, cliché, de jongens zitten te wachten. En de meisjes zijn aan het shoppen. Super fake, heel leuk. Beetje zoals u eigenlijk, hè? Deze man! Yes, kijk. Nee, jongens, give me a big thumbs up, like en subscribe. Like, subscribe en laat een comment. Down below. Down below.